Er zal veel aandacht zijn rondom de veiligheid van Koningsdag volgend jaar. Burgemeester Den Oudsten doelde hiermee op de komst van de koning naar Groningen op 27 april. De veiligheidsmaatregelen zullen aanzienlijk zwaarder zijn dan die van 2004. Toen bracht koningin Beatrix een bezoek aan de stad. Er zullen denk ik zware maatregelen getroffen worden. Wij zullen dat natuurlijk zelf in onze overleg met de hoofdofficieren, met de politie. En mijzelf heel erg goed voorbereiden. Maar dit is ook in het landsbelang dat dit heel erg goed gebeurt. Dus ik ga ervan uit dat er veel maatregelen zullen komen. We zullen 2004 wel overtreffen in festiviteiten en veiligheid dus. Nou, in ieder geval in veiligheid. De wereld is echt veranderd sinds die tijd. En in festiviteiten zullen wij proberen een topprogramma neer te zetten. Willem-Alexander is per brief uitgenodigd door burgemeester Peter den Oudsten en commissaris van de koning René Paas. Het is niet bekend waarom de koning voor de stad heeft gekozen. Maar de burgemeester is wel erg blij met het besluit van zijn majesteit. Ik ga ervan uit dat de koning meer uitnodigingen heeft gehad van steden die graag willen dat de koning aanwezig is bij hun koningsdag. Dat hebben wij ook gedaan. Het is voor een deel is het natuurlijk je moet het ook een beetje geografisch verdelen. Maar het is een besluit van het koningshuis waarbij zij ons natuurlijk niet meedelen waarom ze dit besloten hebben. Overigens vind ik het wel een heel goed besluit, dat kunt u begrijpen. Het is nu aan de verenigingen in de stad om snel met een plan op de proppen te komen. Veel bekendheid over de invulling van Koningsdag is er nog niet. De Algemene Oranje Vereniging Oranje Nassau gaat de invulling van Koningsdag regelen. Ik krijg allemaal vragen natuurlijk over hoe gaat dat programma eruit zien. Dat weten wij niet. Wat wij wel van plan zijn, dat is om het natuurlijk een heel mooi en creatief programma te laten zijn. Waarin niet alleen de stad zich presenteert, maar ook het ommeland. En hoe dat precies gaat, ja, dat zelf moeten bespreken. Dat hele programma moet worden opgebouwd. Ik ga ervan uit dat wij in de loop van de komende maanden daar de contouren van hebben en in januari daarmee naar buiten komen. De koning komt aankomende april in Groningen. Wat gaat de Oranje Vereniging eigenlijk doen? Nou, de Oranje Vereniging, daar zijn we nog niet helemaal over uit. We moeten eerst een gesprek met de gemeente. En dan gaan we kijken hoe we de boel gaan aanvliegen. Dus daar kan ik verder nog niets over zeggen. Wat is nou eigenlijk het doel van de Oranje Vereniging? Het doel van de Oranje Vereniging is om een volksfeest neer te zetten en te organiseren. En dat iedereen naar zijn zin heeft. Burgemeester Den Oudsten wil Groningen met het programma op zijn mooist presenteren aan de koning. Hij voorziet geen problemen met de bouwwerkzaamheden in de stad. Natuurlijk zijn er heel veel bouwactiviteiten. Overigens in de stad waar veel gebouwd wordt, waar veel kranen zichtbaar zijn, dat is ook een teken van dynamiek, van ontwikkeling. Dus ik vind dat niet negatief. Maar we gaan natuurlijk wel een programma maken op plekken waarbij het ook echt leuk is om naar de stad te kijken.